weekvlog. Een hele week ga ik filmen hoe mijn week er nou uitziet als fulltime cat and trimmer. Ik heb deze week 31 katten staan. En deze kat is Florian. En de eigenaar die vroeg aan mij of ik niet ook gelijk kon chippen. En ja, dat is mogelijk. Trimhandeling kan verlichting bieden, maar het is geen wondermiddel. Is gek op Valeriaan. Dat ik altijd een trimvideo opneem. Ik vrees wel dat ik veel moet scheren. Wat een leuke spulletjes toch allemaal. Doe maar lekker kaal, want dan heb ik geen haar in huis. Hier gaat een Maine Coon niet uitstorten. De onderkant die moet ik scheren, die zit helemaal vast. Trouwens, geen commentaar op de eigenaar. Het resultaat. En die ging heel agressief op mijn deurbel lopen. Of ik zijn kat vanmiddag eventjes wilde laten inslapen. Winactie. Dan mag je raden hoeveel van deze speeltubes in deze vaas zitten. Nou, mijn dag begint eigenlijk niet zo heel leuk. Het is hier een slagveld. Een exclusieve kattentrimopleiding. Het is dus een weekvlog. Ik ga een hele week filmen hoe mijn week er nou uitziet als fulltime cat and trimmer. Net al de eerste klant gezien, die kwam alleen voor het nagels knippen. Ik heb deze week 31 katten staan. Voor mij voelt de maandag nooit als een straf. Ik heb altijd zin om weer te gaan werken na het weekend. Ik laat niet elke keer zien dat ik tussen de behandelingen schoonmaak. Dat is natuurlijk een beetje saai voor jullie. Hier hebben we de volgende patiënt. Nieuwe klant. En dan ben ik altijd even extra op mijn hoede. Die ken ik natuurlijk nog niet. En wat ik eigenlijk bij alle katten doe, vroeger liet ik ze altijd op de trimtafel uit het mandje. En nu laat ik die gewoon op de grond. En laat ik ze eigenlijk gewoon even een paar minuten rondlopen. En dan kijk ik gewoon even hoe ze overkomen qua stress. Of ik contact al op de grond kan maken. En dan ga ik rustig aan beginnen. Zoals je misschien weet als je me wel volgt, is dat ik altijd een trimvideo opneem voor de klant. Waarin ik tips en tricks geef over hoe je zelf thuis de vacht kunt verzorgen. En dat ze toch een beetje mee kunnen kijken hoe een trimbehandeling gaat. Die komt er nu heel voorzichtig uit. Ziet hem een beetje likken. Maar wel nieuwsgierig. En hij heeft verfilting op de buik, vertelde de eigenaar. Dus de kans is groot dat ik de buik dan moet scheren. Deze kat is Florian. En dat is altijd heel erg vervelend. Niet alleen voor mij, maar ook voor de eigenaar. En natuurlijk nog erger voor de kat. Ik heb wat vaker katten met Florian in de salon. Het komt gelukkig niet heel vaak voor. Maar ik heb een heel streng Floy protocol. Ik heb natuurlijk zelf ook katten. En die neem ik ook hiermee naartoe om te trimmen. Ik moet er natuurlijk niet aan denken dat ik Floy mee naar huis neem. En ik moet zeggen, ik heb dus ook nog nooit een Floy besmetting hier in de salon gehad. Sowieso één keer per week spray ik mijn hele salon in met een omgevingsspray. Dat doe ik gewoon preventief. Ik heb hier het haar van de kat wat eraf is gekomen. Die doe ik in een zak en die gooi ik zo meteen direct in de container. Ik heb hier het kussen van de eigenaar. Die heeft meegenomen. Die doe ik ook in een zak en die sluit ik af. Daarnaast komt natuurlijk eigenlijk een standaard ontsmetting. Ik maak altijd alles heel goed schoon. Alles wat ik nu aan haren heb, dat gaat in een aparte zak. En dat gooi ik zo meteen direct in de container. Zodat het ook niet meer in mijn salon is. Mijn scheerapparaat maak ik natuurlijk uitgebreid schoon. Maar eigenlijk maak ik altijd al heel erg uitgebreid schoon. Dus wat dat betreft is er weinig anders. En ik spuit de salon extra goed nog een keer direct in met antiflooienmiddel. En meer kan ik natuurlijk niet doen behalve de eigenaar heel erg goed voorlichten wat ze nu moeten doen. Er heerst namelijk nogal veel onwetendheid over een goede vlooienbehandeling. Helaas zijn er namelijk middelen op de markt die echt niet goed helpen. Dus mijn advies is altijd, ga naar de dierenarts en laat je daar goed voorlichten over welk vlooienmiddel op dit moment heel goed werkt. Daarnaast, een vloo komt niet alleen. Die heeft heel veel vrienden en die komt dus ook in je huis. En vaak zit daar ook de ergste vlooienbesmetting. Je moet super goed stofzuigen en wat in de was kan, in de was het liefste op 60 graden. Kan niet met alles, weet ik. En daarnaast is een hele goede omgevingsspray heel belangrijk. Alles goed insprayen. Alle plinten, alle hoekjes, alles in je woning heel goed insprayen. Mijn jasje die gaat direct in een aparte zak, zodat hij thuis direct in de was kan. De onderkant van mijn schoenen, die ga ik super goed schoonmaken. En daardoor voorkom ik dus dat er hier een vlooie besmetting ontstaat. En ik kan dat dus ook beamen dat het ook nog nooit heeft plaatsgevonden. Omdat ik dus zo'n strikt schoonmaakprotocol heb.
Dat was het laatste stukje. Ik heb nu net mijn salon helemaal ingespoten. Alles is lekker ontsmet. En ik gebruik sinds een tijd, nou ja, eigenlijk een paar jaar gebruik ik, de omgevingsspray van Bepair. Dit werkt 6 maanden. En ik spray elke week preventief mijn salon hiermee in. Dus kun je nagaan, een flow heeft hier geen schijn van kans om te overleven. Nu ga ik alles even lekker luchten voor de volgende klant. De volgende klant die komt pas over 3 kwartier. Moet al mijn klanten nog beantwoorden van afgelopen weekend. Ik heb trouwens heel erg veel nieuwe klanten. Ik krijg ook wel eens de vraag, komen de meeste klanten uit Almere? Of komen die juist uit omstreken? En ik moet zeggen dat dat 50-50 is. Ik krijg ook echt mensen die willen echt van heinde en verre komen. Maar dan vraag ik altijd wel van tevoren, kan die kat wel goed in de auto zitten? Want als dat een uur duurt, voor sommige katten is dat gewoon echt te veel. Maar ik heb dus ook klanten die een uur rijden van mij vandaan zitten. Ik schrijf trouwens alles op wat ik dit keer heb gedaan en wat de kat fijn vond en wat hij minder vond. Zodat mocht ik hem nog een keertje helpen, dat ik dan altijd alles weet over de kat. Ja, maar de volgende patiënt en de eigenaar die vroeg aan mij of ik niet ook gelijk kon chippen. En ja, dat is mogelijk. Ik vind het een hele mooie extra dienst. Doe het namelijk voor een heel aantrekkelijk tarief, omdat ik vind eigenlijk dat alle katten gechipt moeten zijn. Ook binnenkatten. Die kunnen ook ontsnappen. En het is gewoon zo belangrijk dat je dan even een chip erin hebt. Als de kat wordt gevonden, wordt hij direct weer bij jou teruggebracht. Ik heb hier de chipnaald. Ik leg het alvast klaar. Ik ga eerst de kat trimmen. Eerst doe ik de vacht en daarna pas doe ik het chipje erin. Ik denk, laten we wel eens eventjes aan jullie zien. Want sommige mensen hebben geen idee hoe zo'n ding er nou uitziet. Ik ga al heel even om te laten zien. Maar dit is al een hele dunne vergeleken met andere, oudere chipnaalden. En heel veel mensen denken, ja, dat doet heel veel pijn. Het is echt een heel klein prikje. Ik vrees wel dat ik veel moet scheren. Die zijkant en de onderkant zit echt hartstikke vol met... Oh schatje toch. Knopen en verwilting. Ik heb aardig nog wat uit kunnen kammen. En dus dan gaan we nu de chip zetten. En die komt dus hier tussen de schouderbladen te zitten. Even extra geruststellen. Dan pak ik een huidplooitje en dan gaat hij precies, gaat hij daarin. Zie je, nauwelijks reactie. En nu zit de chip erin. Nou kijk, we kunnen gelijk knuffelen daarna. Zijn we nog vriendinnen? Ja, we zijn nog vriendinnen. Oh, dit was wel een leuke kat. Dat geeft mij zoveel voldoening als ik dan een kat heb die dan in het begin heel bang is. En dat ik hem dan kan geruststellen en dat ik hem dan kan helpen. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste van dit beroep. Het ging dus echt heel erg goed. Na een half uurtje merkte ik wel dat het... Ja, dan zie je dat die staart een beetje begint te zwiepen. En het lontje wordt dan wat korter. Maar toen was ik ook klaar. Ik heb nu even een uurtje pauze. En ik kijk naar buiten en het is echt vies put weer. Maar ik ga toch even een wandelingetje maken met onze hond Flop. We hebben sinds kort hebben we een fantastisch leuk hondje. We hebben die eigenlijk ook genomen zodat ik meer naar buiten gaan. Want ik ben eigenlijk heel erg in mijn perfecte katgrotje altijd. Het is natuurlijk ook gewoon goed om te bewegen, om lekker naar buiten te gaan. Dus ik ga mijn regenjas aantrekken en ik ga even lekker een half uurtje wandelen. Ik ga de regen in. Jongen, wat een honden doen. Ik moet mezelf een beetje oplappen zo meteen. Ik ga even nog een lunchje voor... Nou, dat is wel heel karig. Nou, jullie hebben Floppy nu ook gezien. En Flop komt met mij altijd mee naar de salon. En nee, die komt niet in de salon. Die kan niet bij de salon. Mijn salon is 100% cat friendly. En er komen dus ook geen andere dieren. Maar Flop zit achter op kantoor. Ik doe altijd 1 keer per dag als ik trim een hele lange wandeling. En ook nog als ik klaar ben natuurlijk. Tussendoor doe ik ook altijd nog even snel uitlaten. Dus hij komt heel veel buiten. Is echt een ontzettend lief hondje. Hij blaft dus ook niet achter of wat dan ook. Dus katten zullen daar nooit last van hebben. En ik vind het eerlijk gezegd wel heel erg gezellig ook. Want ik heb natuurlijk geen collega's hier zo. Jeetje, ik heb met een botmes. Ik maak er bijna pruimenjam van. Zometeen dan moet ik ook nog tussen het trimmen door even mijn winkel aanvullen. Want ik heb weer nieuwe producten. Ik zal aankomende week ook regelmatig even wat nieuwe productjes laten zien. Want ik blijf inkopen. Ik heb dus echt een inkoopverslaving aan kattenproducten. Deze joekels, die heb ik nu net nieuw. Die verkoop ik per 4 stuks. Dit zijn natuurlijk wel die mega springveren. Ik ga even lekker lunchen. En dan heb ik straks weer mijn volgende klant. Ik ken deze kat al heel lang. Volgens mij, als ik terugkijk, al sinds 2020. Dus ik trim deze kat al
Een jaar of vier, hè? Dus ik ken jou heel goed. En de vachtproblemen die zitten voornamelijk hier op de heupen. De rest van de vacht is ook een beetje rommelig. Ik vrees dat ik die heupen wel moet scheren. Voor de mensen die nieuw zijn of niet weten wat voor manier ik trim volgens de vachtbesparende trimmethode. Wat betekent dat ik zoveel mogelijk goede vacht wil laten zitten. Klitten kam ik uit en verfilting, ja, dat moet je wegscheren. Dat levert wel een beetje vreemde kapseltjes op. Voor een kat is het gewoon het fijnste als er nog wel vacht op blijft zitten, mits dat mogelijk is. Even tijd tussen de trimbehandelingen door. Ik ben nu eventjes mijn bestelling van het weekend aan het uitprinten. Dus dat zijn er weer lekker veel. Dus die kan ik morgen inpakken en versturen. En zometeen komt er een Maine Coon. En die ga ik even van de parkeerplaats ophalen met mijn perfecte kat bolderkarretje. Ja, die kiloknallers die kunnen ontzettend zwaar zijn. En je moet natuurlijk eventjes een klein stukje lopen naar mijn salon toe. Dan kom ik natuurlijk met alle liefde de kat even ophalen. Zodat je niet een breuk hoeft te tillen. Ontzettend lieve kat, maar die, ik noem het als een assertief karakter. Oftewel, die kat weet precies wat hij wel en niet leuk vindt. Ik ken die kat al heel lang, dus ik weet ook wat ik wel en niet moet doen. En eigenlijk is de tactiek zo snel mogelijk klaar zijn. Niet dat hij mij wil vermoorden, maar ik moet wel gewoon weten wanneer ik moet stoppen. En bij deze kat die geef ik meestal 1 à 2 pauzes ook nog tussendoor. Als ik merk van dat de spanning oploopt, dan mag hij gewoon even lekker rondwandelen. En dan komt hij dus ook knuffelen op de grond. Hij vindt dat geknuffel heel lekker, maar eigenlijk liever geen polonaise aan zijn lijf. En deze kat die is eigenlijk gewoon een beetje een held op sokken. Kan zich uiten ook in agressie natuurlijk. Mocht je nou trimmer zijn of met dieren werken, ik heb een hele leuke videolezing. Die heet Trimmen zonder krassen. Want je wilt natuurlijk geen krassen en helemaal geen beten. Daar leg ik uit in een videolezing hoe je zo veilig mogelijk kunt werken. Ik zal een link hier in de beschrijving zetten. Ik ga eventjes de winkel weer een beetje bijvullen, want ik heb weer van alles verkocht vandaag. Het is natuurlijk ook een snoepwinkel, hè. Heel veel mensen vinden het toch leuk om dan wat mee te nemen voor hun kat. Ik heb net al de kammen bijgevuld. Die moet ik nog even straks pakken. De grote springveren, die komen hier. Gaat lekker, hè, met 1 hand. Kom op, prik hem erin. Ja, zo. Daar moet ik nog even een prijsje voor maken. En dit zijn dus die kleine. Dus die zijn echt een stuk kleiner dan deze jumbo springveren. Kijk, dit is toch gezellig, hè. Wat een leuke spulletjes toch allemaal. Kaartjes en folders. Dit is van Coffee Cat. Dat is Kattencafé in Almere. Deze zijn van José Dieker. Hele handige gedragsfolders. Zij is kattengedragsdeskundige. Hondenschool Fenna. Cat to Go. Dat is een kattenoppas. Dit is ook een kattenoppas. En dit is Sharon Beauty Care. Dat is mijn pedicure. Ik heb wel weer plannen, want ik zit het weer vol te proppen. Ik blijf gewoon allemaal dingen in die winkel gooien. Maar nu vind ik het rommelig worden. Dus dit ga ik allemaal weer veranderen. Oh, je vindt het zo spannend. Een nieuwe kat. Die ken ik dus nog niet. Ik merk dat er heel veel spanning is. Wel weer op mijn hoede natuurlijk. Want hoe lief een kat ook kan zijn. Soms kan een kat in het nauw vreemde sprongen maken. Ik ga nu ook even ernaast zitten in plaats van dat ik het zicht blokkeer. Ik kan een paar minuten juist deze tijd nemen voor een kat om gerust te stellen. Een beetje een vertrouwensband opbouwen, merk ik. Helemaal donker buiten. Het is nu 8 uur. De laatste kat ging heel goed. Ik heb daar extra de tijd voor genomen om even goed te laten wennen. Ook aan mij, want ik merkte dat er best wel wat angst was. Ik heb de okseltjes geschoren aan de achterkant. En uiteindelijk ging het dus heel erg goed. En dan ga ik naar huis. En dan ga ik avondeten. En dan zie ik jou weer morgen. Ik heb al een heerlijke wandeling met onze Flop heb ik gemaakt. Ik ga nu de webshopbestellingen ga ik inpakken. Alle pakketjes heb ik ingepakt. Dus die kunnen straks op de post. Over 10 minuten staat mijn eerste klant van vandaag voor de deur. Het is een nieuwe kat en dat is een Brits korthaar. Die mensen willen graag ook advies tegen het verharen. En ik ben altijd heel eerlijk. Een trimbehandeling kan verlichting bieden, maar het is geen wondermiddel. Ook na de behandeling zal een kat haren loslaten. Dus het is altijd afwachten wat de resultaten zijn. Ik ben liever eerlijk van tevoren dat mensen denken van dat een kat daarna nooit meer verhaart. Want dat is onmogelijk. Nog eventjes over de website, of de webshop moet ik zeggen. Hij is echt ontzettend verbeterd. We hebben de
hard aan gewerkt. Hij is veel gebruiksvriendelijker en veel overzichtelijker. Dus mocht je nog wat leuks willen shoppen voor je kat, doe dat vooral eventjes. Ik ga nu mijn klanten beantwoorden. En dan heb ik zo meteen een hele leuke nieuwe klant voor de deur. Nou, dat was weer een schatje van een katje. Ik begin heel bang, maar later kon ik gelukkig alles met te doen. Ik heb er helemaal doorgekamd met een slikker borsteltje. Wat ik zeg, het verharen ga je nooit oplossen. Dat hoort bij een kat. Als je wil dat een kat niet verhaart, dan moet je geen kat nemen, zeg ik altijd maar. Het is dus de Coat Conditioner van Dermagroom. Ze gaan als zoete broodjes uit mijn webshop. En dat snap ik wel, want er is ontzettend veel vraag naar een anti-klitspray. Het is dus een Coat Conditioner. Je hoeft hem niet uit te spoelen. Er zit geen geur aan. Hij hydrateert de huid en hij maakt dus de vachten ook beter doorkambaar. Let wel, dit gaat niet helpen tegen vilt. En als er heel veel klitten in de vacht zitten, gaat het er ook niet tegen helpen. Het is niet zo dat je dit erin spreekt en dat er dan nooit klitten meer ontstaan. Dat is natuurlijk onmogelijk. Ik ga hier nog een hele aparte video over maken, maar ik wilde hem toch nog even onder de aandacht brengen. Hallo, ik ken je al heel lang, hè? Ik ga haar vacht helemaal uitkammen. Her en deel zitten waarschijnlijk ook wat viltplekjes. En omdat het een wat ouder katje betreft, gaat zij lekker op een baby aankleed kussen. Dus ik ga haar zo van de grond halen en dan ga ik haar helpen. Het was weer een ontzettend lieve kat. En ik ben zo blij met het resultaat. Ik was een beetje bang dat ik moest gaan scheren. En dat was gelukkig niet het geval. Dus ik heb alles uit kunnen kammen. Pek trouwens voor dagelijkse vloggers of weekvloggers. Gisteravond kwam ik thuis. En toen dacht ik, nou dan doe ik alvast de maandag monteren. Ik had bijna een uur aan beeldmateriaal. Ik moest het allemaal korter knippen. Dus ik ben heel lang bezig geweest. Dus ik moet iets minder kletsen. Dat het niet een video van 3 uur wordt. Nou ja, je hoort het al. Ik begin nu alweer te ratelen. Moet je kijken hoe leuk. Ik heb nu hele schattige wenskaarten. Allemaal verschillende soorten. Hier, deze zijn ook wel leuk. Dit zijn happy birthday kaarten. Ook allemaal verschillende. Ik heb deze niet in de webshop. Die heb ik alleen in de winkel. Wat ik ook alleen in de winkel heb, dat zijn deze geweldige vervoersboxen. Ik heb eentje voor de wat kleinere kat. En ik heb dus deze beuker. Ik merk dat heel veel hele grote Maine Coons toch echt in mandje vervoerd worden. Die niet geschikt zijn voor de grootte van de kat. En ook niet van de zwaarte. Oftewel, de mand valt heel makkelijk uit elkaar. Dit is echt een fantastisch ding. Hij is €34,95 en hij heeft dus ook echt super stevige sluitingen. Hier gaat een Maine Coon niet uitstorten. En ik verkoop deze dus alleen in de winkel. Wat heel veel mensen niet weten, is dat ze ook hun bestellingen ook gewoon bij mij kunnen afhalen hier in Almere Haven. Mocht je dat liever willen, stuur me dan gewoon een WhatsApp bericht en dan zorg ik dat we een ophaalafspraak maken. En nog even iets leuks. Kijk eens, hier ben ik zo trots op. Dit zijn dus mijn eigen labels. Valeriaan, kattenkruid en dit zijn dus de perfecte katsnacks. Ik ben er heel erg trots op. Ik heb ze trouwens zelf ontworpen. Deze kat ken ik al jaren. En dan komen we toch op preventief scheren. Het heeft natuurlijk nooit mijn voorkeur. Ik werk natuurlijk vachtbesparend. Ik wil zoveel mogelijk haar juist op een kat laten zitten. Maar bij sommige katten is het niet anders. Dan is de enige manier om katvriendelijk te werken en dus in belang van de kat te denken. Let wel, ik krijg wel eens verzoekjes dat mensen zeggen, ja nee, doe maar lekker kaal, want dan heb ik geen haar in huis. Die vlieger gaat bij mij niet op. En vooral niet als mensen dan liever geen haar in huis willen. Deze kat, als dat haar groeit, dan ontploft het echt. Het heeft zo'n dikke vacht, daar kun je niet tegen opkammen. En het is er eigenlijk gewoon een beetje ingevoerd. Ik zie dat vooral heel veel bij Brits langharen en bijvoorbeeld bij persen. Die hebben zo'n moeilijke vacht dat een eigenaar dat eigenlijk bijna niet bij kan houden. Of er is een reden waarom dat niet bij de eigenaar lukt. Ik heb bij deze kat het eerst vachtbesparend geprobeerd, maar die vacht echt, die ontploft. Dus bij deze kat kies ik ervoor om die vreselijke vervilting voor te zijn. Want je wil natuurlijk niet dat een kat verveelt, want daar heeft een kat ontzettend veel last van. En dus volledig te scheren. Dus onthoud, het heeft nooit mijn voorkeur om een kat volledig te scheren. Maar soms ontkom je er niet aan. De laatste twee klanten zijn net de deur uit. Twee super lieve Britten. Ik ga snel naar huis, lekker avondeten en deze dag monteren. En ik zie jullie weer morgen.
Ik heb vandaag 8 katten op de agenda. De eerste hebben jullie al gezien. Dat was een hele grote Maine Coon waarvan ik de onderkant en de achterkant moest scheren. Omdat dat verveeld was. Ik ga 4 katten trimmen. Daarna heb ik een uur pauze. En daarna heb ik weer 4 katten staan. Eens even kijken. Ik heb een heel lijstje met wat ik allemaal moet doen. Ik moet nog mijn klanten beantwoorden. Ik heb nog de webshopbestellingen van gisteren inpakken. En op de post doen. En ik moet nog een video opnemen voor het kattentrimkeurmerk. Daarover ga ik je later meer vertellen. De volgende klant die staat zo voor de deur. Dat was echt weer een super lieve kat. Ik zou het even hebben over het kattentrimkeurmerk. Ik ga daar zo meteen eventjes een videootje voor opnemen. Want wat veel van mensen misschien niet weten, is dat ik het kattentrimkeurmerk 4 jaar geleden heb opgericht. Ik hoop dat ik het kort kan uitleggen wat het nou precies inhoudt. Er was heel veel vraag naar een keurmerk, naar een kenmerk waaraan klanten kunnen herkennen dat de betreffende trimmer echt katvriendelijk en vachtbesparend werkt. Dus ik heb dat opgezet. Inmiddels hebben we meer dan 60 leden, dus daar ben ik heel erg trots op. En dit keurmerk is niet alleen maar een sticker op je deur. Het is namelijk veel meer. Deelnemers krijgen toegang tot een exclusieve Facebookgroep waar we van elkaar leren en waar we eigenlijk bijna elke dag worden daar wel berichten op geplaatst. Ik doe mijn best om ook regelmatig video's op te nemen, bijscholingsvideo's over trimmen en ondernemen en dat soort dingen. Elk jaar is er ook een bijeenkomst, wat natuurlijk super gezellig is. En samen zorgen we er dus voor dat vachtbesparend en katvriendelijk trimmen meer bekendheid krijgt in Nederland. Oh ja, wat we trouwens ook hebben is een maandelijkse campagne die we samen voeren. En deze maand, oktober dat ik het opneem, is het de maand van de oudere kat. Ik zal hem even hier in beeld plaatsen. Ook oude katten verdienen natuurlijk een pijnvrije oude dag. Ik merk heel veel op de trimtafel dat oude katten heel lang al niet meer bij een dierenarts geweest zijn. En dat die toch echt wel mankementen hebben. Ik begin weer te ratelen. Ik ga de video opnemen voor het keurmerk. Een hele lieve Maine Coon. Jullie vallen wel even met de neus in de boter. Ik heb gewoon alleen maar hele lieve katten op tafel tot nu toe. Zometeen komt er weer een nieuwe klant. Ik heb al mijn webshopbestellingen net ingepakt. Dan ga ik ook nog een boodschapje doen. En natuurlijk onze flop uitlaten. Want ik heb dan even lekker pauze. Dus dan moet ik ook even lunchen. Verlieverd is dit. Nog meer zo lieverd. Echt een pers, hè? Zie je het aan de platte koppie. De onderkant die moet ik scheren, die zit helemaal vast. En de achterkant ook, maar de bovenkant kan ik helemaal uitkammen. Dus dat ga ik doen. Ik geloof echt dat je als katprofessional of kattentrimmer meer kunt zijn. En dat is namelijk een hele belangrijke speel tussen eigenaar en dierenarts. Want eigenaren zien hun kat elke dag en daardoor kunnen ze heel vaak ongemakken niet opmerken. Nou, ik kijk altijd ten eerste naar het gebitje. Ik kijk altijd naar de oortjes of die schoon zijn. Ik kijk naar het gewicht van de kat, die niet te dik of te dun is. Ik kijk naar de oogjes. Ik kijk hoe de kat überhaupt uit zijn ogen kijkt. Ik let dus echt van kop tot kont, let ik overal. En nee, ik ben geen dierenarts. Absoluut niet. Pretendeer ik ook niet te zijn. Maar ik heb wel heel veel samenwerking met dierenartsen gehad. Waardoor ik dus wel weet waar ik op mag letten. En ik verwijs dus maandelijks heel veel katten door naar de dierenarts. En toevallig kreeg ik van de week 2 appjes van klanten die heel blij waren van de dingen die ik had opgemerkt. Omdat die kat nu dus geholpen wordt. Katten laten pijn gewoon niet merken. Ik heb al mijn research sinds 2016 heb ik allemaal verzameld. En die heb ik in een doosje gepropt. En dat is nu een online workshop van kop tot kont. Dus ben je een katprofessional, wil je weten waar ik allemaal op let en inclusief allemaal heel veel beeldmateriaal, dan kun je die workshop volgen. Ook heel geschikt dus voor eigenaren van katten die ook meer over de gezondheid van hun eigen kat willen weten. Katje, die ken ik echt al heel lang. Echt een schatje. Ik vul ondertussen mijn borstels weer aan, want die waren weer verkocht. En ik heb ervoor gekozen om die kat helemaal te scheren. Ik hield te weinig goede vacht over, dus zelf maar een paar sprieten nog op de rug. Nou, die heb ik er dan ook maar afgehaald. Trouwens, geen commentaar op de eigenaar. Elke kat heeft een verhaal. Ik zeg het altijd nog maar een keer bij. Het heeft geen zin om opmerkingen te maken van, oh, kan je het zover laten komen? Er zit altijd een verhaal achter. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik dit lieve oude besje weer heb kunnen helpen. Die komt er zo meteen. Ook een klant die ik al heel erg lang ken. En dat is een katje, die is niet voor de poes. Daar moet ik heel snel werken, want daarna is ze gewoon klaar mee.
Ik ken haar door en door. En ik weet, ik zet dus ook de krabpaal alvast dichter bij de trimtafel. Want madame, ik pak het er even bij, is gek op Valeriaan. Hoppa, kijk, daar komt ze. En hoewel ze zelf op tafel springt, is ze er ook wel weer heel snel klaar mee. Het is ook een beetje dat ik vorige keer heb ik wat plekjes weg moeten scheren. En hier voel ik nu een soort viltplek. Ik moet altijd wel een beetje opschieten. Want in één keer denkt ze, oké, het heeft te lang geduurd. Nu mag je stoppen. Volgende patiënt sprong gelijk het mandje uit. Nou, je kan eigenlijk al zien wat er aan de hand is. Hier achter op de rug. Hier zo zit een hele viltplek. Er moet wat geschoren worden. We gaan even lekker nog even een rondje lopen. Bij de laatste klant moest ik de onderkant en de achterkant scheren. Ging hartstikke goed. Niet in mijn gezicht klikken. Ik ga lekker naar huis en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen. Eindelijk zon. Het is vandaag donderdag. Ik begin met deze lievers. Ik moet jouw onderkantje scheren, want die is verveeld. Dan krijg ik een beetje vanaf de oksels naar beneden. Ik heb al twee katten nu getrimd. De derde staat nu op mij te wachten. Ik wil jou eens even erbij pakken om jou te laten zien. Kijk eens. Wat een knapperd. Ja, jou ken ik al, hè. Er zitten her en der wat beginnende knoopjes. Vooral hier op de zijkanten. En daarna heb ik even lekker pauze. Ja, dan gaan we van de zon genieten. Lekker weer vandaag. Oh, ik heb heerlijk gewandeld met onze Flopper de Flop. Ik heb alles uitgeprint van de bestellingen die gisteren zijn binnengekomen. Dus die ga ik zo meteen inpakken en op de post doen. Waar ik het nog wel even over wilde hebben. Er zijn ook mensen die langs mijn salon lopen. En die echt geen idee hebben van het bestaan van een kattentrimmer. Of die dus ook niet snappen wat voor bedrijf hier nou zit. Ik was laatst aan het trimmen. Ik had dus een kat op tafel. En dan ging een mevrouw. Ik kan dat natuurlijk gewoon zien als iemand voor mijn deur staat. Want ik sta in mijn salon. En die ging heel agressief op mijn deurbel lopen rammen. Dus ik zei, hey, even wachten, ik moet de kat even loslaten. Dat begreep ze niet helemaal. Toen ik de deur open en ze zegt, ja, ik wil graag even vanmiddag mijn hond laten trimmen. Dus ik zeg, nou ja, daar kan ik je helaas niet mee helpen. Ik ben kattentrimmer. Keek ze me echt heel vreemd aan. Zo van, ja, maar het is maar een heel klein hondje. Ik zeg, ja, dat geloof ik, maar ik trim alleen maar katten. Nou, dat vond ze echt heel vervelend dat ik haar hondje niet wilde aannemen. Ook denken veel mensen dat ik een dierenarts ben. Ben ik ook niet. Dus ik heb een keer een meneer gehad die belde aan en die vroeg of ik zijn kat vanmiddag eventjes wilde laten inslapen. Of ik heb ook mensen aan de deur gehad en die vroegen of ik even de hond kon castreren. En ik hoor ook dat mensen dan langslopen. Dan kan ik dat zo horen wat ze dan zeggen. En dan zeggen ze, een kattentrimster, dat is toch helemaal niet nodig? Dus dan moet ik dan stiekem altijd een beetje omgniffelen. Zo. Deze dame heeft eventjes pauze, want ze vond het een beetje spannend, dus dan laat ik haar gewoon eventjes lopen. Ik heb haar 2 jaar niet gezien, dus dat is eigenlijk wel grappig, want ik krijg heel vaak de vraag, ja, hoe vaak moet een kat nou naar de trimsalon? En ik zeg altijd, als er niks met de vacht aan de hand is, hoef je ze ook niet te vervelen met een bezoek aan mijn trimsalon. En de eigenaar van deze kat, die had de vacht dus 2 jaar super onder controle en nu zitten er toch wat knoopjes in, dus dan komt ze mooi weer bij mij terecht. Maar ik heb dus klanten, die zie ik 1 keer in de maand en 1 keer in de, of 1 keer in de 6 weken, om de 3 maanden, 1 keer per jaar, dus ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven. Kijk, dit is een oudere kat. Daarom is het ook weer een baby aankleedkussen. En je ziet het. Al het oude haar, wat eigenlijk gewoon zou moeten uitvallen, dat blijft ertussen zitten. Dit is zo'n satisfying klusje. Zometeen zie je het eindresultaat. Dat was even balen. De laatste kat was absoluut niet te trimmen. Hij wilde helemaal niks. Ik kon even met hem knuffelen, maar toen ik hem wilde oppakken, werd hij furieus. Ja, dan staak ik gewoon de trimbehandeling. Vaak zeggen eigenaren, ja, maar dan hou ik hem wel even vast aan de voorkant. Dan hou ik hem even stevig vast. Ik ga daar niet aan beginnen. Ik heb veel ervaring met dit soort karakters. En als je die ook met een houtgreep op een tafel gaat dwingen en al helemaal met meerdere mensen, dan gaat het gewoon niet werken. Deze kat moet gewoon even slapen om dan de vacht helemaal uit te kammen. Want het is wel echt heel erg nodig. Nou ja, je hebt gezien. Ik heb heel veel lieve katten op tafel. En soms gebeurt het wel eens dat een kat dus niet te trimmen is. Ik baal er altijd wel heel erg van. Want ik wil natuurlijk gewoon die kat helpen. Dat was de laatste van vandaag. Je ziet hem al in beeld. Dit wordt mijn dierendag
dus morgen, winactie. Dan mag je raden hoeveel van deze speeltubes in deze vaas zitten. Ik hou altijd wel van die raadspelletjes. Hoeveel speeltubes zitten ze hierin? En wat kan je nou winnen? Nou, natuurlijk speeltubes. Maar ik ga een soort mega verwend pakket voor jouw kat maken. En wat ook zo is, je kan ook voor iemand anders meedoen. Dat je denkt, nou, de buurvrouw die kan wel wat leuks voor de kat gebruiken. Of je mag ook een stichting noemen. En de winnaar ervan, dus wie het dichtst bij het aantal speeltubes zit, die krijgt dan dat pretpakket opgestuurd. Mijn dag is klaar. Ik ga zo lekker naar mijn paard toe. Dus daar heb ik heel veel zin in. De zon schijnt. Ik heb mazzel met het licht. Buongiorno! Nou, mijn dag begint eigenlijk niet zo heel leuk. Want mijn eerste klant is niet opkomen dagen. Ik krijg ook geen contact. Ik heb geprobeerd te bellen. Dus ik hoop gewoon dat er niks aan de hand is natuurlijk met de klant. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus dat was even vervelend, want dan heb ik een gat in mijn agenda. Ik moet zeggen, het is bij mij echt uitzondering. Ik heb toevallig net even in mijn agenda gekeken wanneer de laatste was die de afspraak was vergeten. Het is 2 maanden geleden. Dus bij mij komt dat echt bijna niet voor. Maar het is wel altijd heel erg balen. Ik heb ook wel eens een vrouw gehad die zei, nou ja, lekker toch? Dan heb je een uurtje pauze. Toen dacht ik, nee, ik bepaal zelf mijn pauze. Dit is natuurlijk mijn fulltime werk. Dus ja, ik heb gewoon een agenda. Mijn volgende klant staat zo voor de deur. Hallo, lief vriendje. Hallo. Ja, jou ken ik echt ook al jaren. Van toen ik nog huisbezoeken deed. Dit betreft een wat ouder vriendje. En hij heeft wat knopen op de achterkant. Het is zo'n schatje. Vriend. Hij is zelf op tafel gesprongen. Het is echt een lieverd. Maar hij heeft een heel kort lontje. Een hele grote Maine Coon. En hij zit helemaal onder het vilt. Dus ik zal hem helemaal moeten scheren. Dus ik doe het vaak in heel veel pauzes. En heel snel. Want hij in één keer dan is zijn lontje op. Ik ben naar buiten aan het kijken. Het is prachtig mooi weer. Het is hier een slagveld. Oh, oh, oh. Jij heeft even pauze, want hij was er even klaar mee. En dan moet ik zo meteen nog kijken of het lukt om de onderkant te doen. Hallo. Ja, je bent wel heel lief. Alleen je weet gewoon precies wat je wel en niet leuk vindt. Het wordt niet heel mooi strak geschoren, want daar geeft hij me de tijd niet voor. Maar hij is wel van dit soort viltplekken af zo meteen. Ik heb een tas vol pakketjes met bestellingen van gisteren. Dus die ga ik op de post doen. Het is zo lekker weer. En die laaghangende zon, of de, ja, het is natuurlijk een soort herfstzonnetje. En die doet mij dan altijd denken. Ik krijg een flashback aan de start van mijn trimcarrière hier op de Kerkgracht 7 in Almere Haven. Want in oktober, of september, oktober 2021 alweer, toen ben ik hier gaan trimmen. Ik ben al trimmer sinds 2016, maar sinds 2021 trim ik dus op deze fantastische locatie. Ik krijg dan altijd, omdat het zo'n ja, soort ander zonnetje is dan in de zomer, moet ik daar dan wel eens aan denken. Ben je trouwens benieuwd naar mijn avontuur, hoe dat hier begon op de Kerkgracht? Ik heb een hele vlogserie erop staan. En die heet mijn Droomsalon Vlogs. Dus zo kan je ze vinden op mijn kanaal. Dus mocht je het leuk vinden, moet je die eventjes kijken. Kijk, wat een plaatje. Zulke mooie ogen. De onderkant is verveeld. Dus die heb ik geschoren. Eerste keer. Het is een nieuwe kat voor mij. Nou, ze deed het echt fantastisch. Heel erg lief. Dat is de laatste dan. En na deze beauty heb ik dus weekend. Maar dan ga ik altijd eerst, dat doe ik altijd op vrijdag. Dan doe ik even een extra schoonmaak. Dan doe ik nog een keertje extra dweilen. Mijn salon inspuiten. Afval wegbrengen. Zodat alles weer fris is voor volgende week. Zo, dat was het. Dat was mijn weekvlog. Ik hoop dat je het leuk vond om dus een hele week eens met mij mee te kijken. Zoals je ziet, ik hou echt van mijn werk. Mocht je nou naar deze video denken, dit is ook echt mijn droomjob. Dan heb ik sinds dit jaar een exclusieve kattentrimopleiding. En waarom is die nou zo exclusief? Ik zal alle informatie daarover hieronder in deze video zetten. Maar even in een notendopje. Je krijgt dus les van mij, een trimmer die dus zelf fulltime katten trimt. En de opleiding is geheel te volgen in je eigen tijd. Theorie volg je online. En nee, dat is geen saai boekwerk. Dat zijn presentaties met heel veel fotomateriaal en ook videomateriaal. Zodra je de theorie hebt afgerond, dan kom je bij mij hier in de salon en gaan we verder met de praktijk. En ik zorg dat jij een
toptrimmer wordt. Ook de praktijk passen we helemaal aan naar jouw wensen qua tijd. Dus deze opleiding is ook heel goed naast een fulltime baan te volgen. En het is nog niet alles. Daarna ben je nog niet van me af, want daarna ga ik je een jaar lang helpen met het opzetten van je bedrijf en om daar een succes van te maken. Ik krijg ook heel vaak de vraag, mag ik niet even een dagje met jou meekijken? En dat snap ik heel goed, voordat je bijvoorbeeld zo'n opleiding bij mij zou starten. Daarom heb ik hele leuke oriëntatiedagdelen. Dan ben je hier van harte welkom in de salon. Je krijgt een echte VIP-behandeling. Je kijkt mee met Trimkatten. Ik beantwoord al je vragen en we gaan samen kijken of dit vak echt ook wat voor jou is. Hapjes, drankjes, alles zit erbij inbegrepen en je gaat naar huis met een heel goed gevulde goodiebag. En wat ik heel leuk vind, is om bestaande kattentrimmers te helpen om een volle agenda te krijgen. Want ik gun natuurlijk iedereen zo'n fantastische werkweek. Dus heb je hulp nodig, dan kan ik je daarbij helpen. Heb je nog vragen ergens over of wil je gewoon eens kennis maken, even telefonisch, dan kan dat natuurlijk. Stuur me even een mailtje naar info@perfectekat.nl of even een WhatsAppje en dan praten we daar verder. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat even een leuke reactie onder deze video achter. Doe even een duimpje omhoog en abonneer eventjes op mijn YouTube kanaal. Daar komen namelijk hele leuke video's aan en je zou mij super supporten door dus eventjes te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende.